Na 40 jaar bij DSW vindt grote baas Chris Omen van de zorgverzekeraar het genoeg. Hij kondigde donderdag aan dat hij opstapt als bestuursvoorzitter. DSW is een van de grootste werkgevers van Schiedam. Bij het bedrijf werken in totaal zo'n 700 mensen. Veel Schiedammers, zo'n 45.000, zijn bij het bedrijf verzekerd. DSW gaat vanaf 1 juni dus verder zonder Chris Omen. Maar waarom stapt hij eigenlijk op? Ja, nou ja, ik ben de 70 gepasseerd inmiddels en... Laat ik zeggen, ik heb altijd heel veel plezier in mijn werk gehad en de organisatie is succesvol. Dus dat is niet direct een reden om op te stappen. Maar het moet er een keer van komen. En er komt ook een zekere druk van raden van commissaris en toezichthouders om een keer in mijn opvolging te voorzien. Dus ja, dat moment is nu gekomen. Maar het moet voor uzelf denk ik dan wel een moeilijke beslissing zijn. Ja, ik ben natuurlijk niet de enige die daar een beslissing in neemt. Dus je hebt ook een raad van commissarissen en ook externe toezichthouders die zeggen, ja, nou moet het een keer gebeuren. Maar het is juist, het blijft moeilijk om te stoppen na zoveel jaar. Te meer omdat ik nog veel plezier erin heb in wat ik heb gedaan de laatste jaren. In het werk bent u altijd omschreven als de luizende pels. En u bent ook iemand die durft in te gaan tegen politici en zorgverzekeraars. Wat is de drijf geweest om dat te doen? Nou ja, wij hebben één belang. Dat is het belang van de gezondheidszorg. En dat staat boven ons eigen belang. Dus ik vind dat je als zorgverzekeraar, dat is min of meer toch een publieke taak die je uitoefent, er moet staan voor de belangen van de mensen die je verdedigt. Dus dat is goede gezondheidszorg leveren aan mensen in Nederland. Gaat uw opvolger Aad de Groot ook zo'n luizende pels worden? Ik mag het aannemen van wel. Ik kan u dat niet 100% beloven, dat is aan hem. Maar hij loopt inmiddels bijna 6 jaar mee met onze organisatie. En hij is overtuigd van de visie en de uitgangspunten die we hier bij DSW hebben. Dus die zal hij ongetwijfeld op eenzelfde manier proberen uit te dragen. Veel mensen zullen hem uiteraard nog niet kennen, maar hoe omschrijft u meneer Aad de Groot? Ja, Aad is iemand die ook veel passie voor de zorg heeft. Hij is ziekenhuisdirecteur geweest in Schiedam. Dus mogelijk is hij toch bij Schiedammers al wel wat bekender. Hij heeft een hele lange carrière bij ASIVO en een kortere carrière bij Mensis als zorgverzekeraar. Dus het vak zit hem echt als gegoten. En met dat uitstapje naar de zorg heeft hij in ieder geval voldoende kennis om op al die terreinen goed te acteren. U heeft meer dan 40 jaar bij het bedrijf gewerkt. Wat is nou de grootste verandering die u heeft gezien? Ja, de grootste verandering is natuurlijk de automatisering. Dus toen we begonnen waren dat allemaal fiches en kleine dingetjes en een typemachine. En tegenwoordig gaat alles zoveel sneller. En zijn de data, die zijn er zoveel meer. Dus de organisaties zijn meegegroeid door de loop van de tijd. Het oude ziekenfonds, dat bestaat echt niet meer. En dat moet je ook niet meer terug willen hebben. Dus het loopt allemaal een stuk geolieder. Maar of de zorg daarmee speciaal beter wordt, dat moet je altijd afwachten. Er is natuurlijk op zorggebied heel veel bereikt over de laatste jaren. Dus vroeger als je een knieoperatie onderging, dan lag je 6 weken in het ziekenhuis. En tegenwoordig wandel je na een uur het ziekenhuis weer uit. Dus dat zijn gigantische veranderingen door de loop van de tijd. Ziet u dat ook als de grootste verbetering van de afgelopen 40 jaar? Of heeft u toch nog iets waarvan u zegt, er is iets anders wat wel verbeterd is in die 40 jaar? Nee, de grootste veranderingen van de verbeteringen zijn dat je in de zorg en in de zorgverlening steeds beter en efficiënter wordt. En dat is een beweging die wat mij betreft wel wat sneller mag gaan. En dan heb je het natuurlijk over bureaucratie en andere dingen die dat dikwijls belemmeren. Of dat organisaties te groot worden om te besturen. Dat is ook wel een fenomeen dat je ziet opduiken. Alles fuseert en wordt steeds groter. En daardoor worden organisaties soms minder herkenbaar.
Dat laatste betreur ik. Dus ik ben eigenlijk tegen veel fusies. Je kunt beter samenwerken dan fuseren. Dat is eigenlijk veel effectiever. Maar ja, we hebben toezichthouders gehad, zoals de ACM. Die zegt ja, samenwerken mag niet en fuseren wel. En dan fuseert men en dan loopt die fusie uit op een drama. En achteraf denken ze, ja, je had beter kunnen gaan samenwerken en je eigen profiel kunnen bewaren. Nou, ik hoop dat daar lessen van geleerd zijn en dat nu ook door dat type organisaties ingezet wordt op samenwerking en het verder verbeteren van zorg voor iedereen. U bent in de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot een boegbeeld van DSW. Denkt u dat het bedrijf ook gaat veranderen als u straks weg bent? Ik hoop het niet. Dat is natuurlijk aan mijn opvolgers. Maar ik zei u al, ik ben ervan overtuigd ik weet op dit moment dat zij dezelfde ideeën hebben over de visie die voor DSW passend is als ik altijd heb uitgedragen. Dus er zal in de toekomst natuurlijk wat veranderen en tijden veranderen. Maar het hart zit op de goede plek, ook bij de opvolgers. En blijft DSW ook in Schiedam? DSW blijft zeker in Schiedam. U bent er nog tot 1 juni. Is er in die tijd nog iets waarvan u zegt van dat wil ik voor die tijd nog graag geregeld hebben? Nou, wij doen alle dingen bij de dag en er is niet nog één groot probleem waarvan ik denk, daar moet ik nu nog even snel achteraan om dat te regelen. Zo werkt het natuurlijk niet. We werken al sinds jaar en dag met deze raad van bestuur die er nu is en die mij ook opvolgt samen. En tot 1 juni ben ik eindverantwoordelijk en daarna is het aan te groot. Als u weggaat straks als bestuursvoorzitter, heeft u dan helemaal niks meer met DSW te maken of blijft u op de een of andere manier nog wel betrokken bij het bedrijf? Ja, er wordt dan wel over gesproken in welke mate ik bij de organisatie betrokken zal blijven. Dus daar gaan we het de komende week over hebben. Wat gaat u straks het meest missen als u weg bent als bestuursvoorzitter? Nou ja, ik ben er op dit moment ben ik dagelijks bij DSW en Ik geniet ervan om met veel jonge mensen die erg talentvol zijn dingen verder te brengen en dingen steeds te vernieuwen. En ja, die samenwerking zal ik missen. Hè, want als ik dat niet zou missen, dan was ik veel eerder gestopt. Ik ben ruim 70, dus ik had ook veel eerder kunnen stoppen. Dat ik dat niet gedaan heb, betekent dat ik er plezier in heb. En dat plezier dat je van dag tot dag hebt, ja, dat zal ik missen. Nou, er komt nu een tijdspad aan en u gaat dan natuurlijk richting de laatste dag. Dat wordt denk ik dan wel even een momentje natuurlijk, zo'n laatste dag. Zo'n laatste dag gaat zeker een momentje worden. Die is gepland op 29 mei. Want daarna is het Hemelvaartsdag en een verplichte vrije dag op 31 mei. Dat is voor de meeste organisaties zo. Dus de 29e mei is het definitieve afscheid. En ja, die dag zal zeker wel een momentje voor me worden. Ja, we kennen u ook als iemand die denk ik niet achter de geraniums gaat zitten. Heeft u plannen voor wat u in de komende tijd na 1 juni gaat doen? Nou ja, ik heb een heel aantal bezigheden nu. Ik heb een heel aantal commissariaten en er zal ook nog wel een aantal andere dingen aan de orde komen. Mijn tijd zal ik wel kunnen vullen. Dan nog even over het bedrijf zelf. Hoeveel verzekerden heeft DSW en hoeveel daarvan komen uit Schiedam? Nou, we hebben 710.000 verzekerden, waarvan er, ik dacht zo'n tussen de 50 en 60, nou 150.000 uit Schiedam. Een mooie klus dus ook voor uw opvolger straks. Zeker weten. We zijn de laatste jaren heel hard gegroeid. En die groei goed in de gaten houden en goed organiseren, dat is natuurlijk ook een belangrijke taak voor mijn opvolger. Ik ga u in ieder geval heel veel plezier toewensen en ook heel veel succes in de komende tijd. Okay, bedankt. Prima.